Ja, we hebben een balletje en ja, daar is hij echt helemaal gek van. En Storm, hij doet zijn naam eer aan. Dus nee, dat is helemaal goed gekomen. Breda nu. Breda is vandaag overspoeld met tackles. Dit allemaal voor de tackle takeover van Café Samsam. Alle tackles zijn zich nu aan het voorbereiden en zo dadelijk gaat de race beginnen. Zijn jullie ook echt tackle-liefhebbers al langer? Ja, zeker. Ja, daarom ook twee, hè. Maar ik zeg wel, zeggen ze, eens een tackle, altijd een tackle. Dat is echt zo. Dat is echt waar. We waren hier eerder bij Samsam en toen was er een tackle-wandeling. Ja. Dat was niet de tackle-dag, toen was zij nog te klein. Maar dat was ook zo leuk, dus wij dachten, we gaan gewoon weer even kijken. Wat maakt de tackle nou zo'n leuke soort, zo'n leuk ras? Het is een heel bijzonder ras. Lekkere eigenwijs en eigen karakter. En daarmee vind ik ze zo heerlijk. Sinds wanneer hebben jullie al tackles? Oh, al heel lang, van jongs af aan al. Ja, heb ik al regelmatig getackle. Ik zou het liefst nog meer hebben, maar ja, dat gaat niet. Tackles worden klaargezet. Het is tijd voor een race. Op het nippertje. Het was echt heel erg spannend. Hij was daar nog afgeleid, anders hadden we hem gepakt. Ja. Hoe bereid je hem nou voor? Ja, we hebben een balletje en ja, daar is hij echt helemaal gek van. En Storm, hij doet zijn naam eer aan. Dus nee, dat is helemaal goed gekomen. Nou, gefeliciteerd met Shifa. Eerste winnaar van de dag. Ja, dankjewel. Hadden jullie dit verwacht? Nee, vorige keer hadden we niet gewonnen. Doe je volgend jaar weer mee? Ja. Leuk georganiseerd en iedereen is gewoon blij. En het is gewoon... Ja, je mag met je hond gewoon de binnenstad in. Dat is toch leuk?